De luchtkwaliteit in Nederland kan en moet beter. Dat vinden de deelnemers van het Schone Luchtakkoord, waaronder de gemeente Nijmegen. Dinsdag gaf Nijmegen het startsein voor een bijzonder project. Leerlingen van meer dan 70 middelbare scholen in heel Nederland gaan met hun zogenoemde snuffelfiets de luchtkwaliteit meten. In Nijmegen wordt hard gewerkt aan een schonere toekomst. Scholieren van het Kandinsky College stappen op de snuffelfiets om de luchtkwaliteit te meten. Wethouder Tobias van Elveren benadrukt hoe belangrijk dit project is voor Nijmegen. De luchtkwaliteit is in Nijmegen altijd een thema. Het wordt elk jaar beter, maar het kan echt nog veel beter. En leerlingen geven zo bewustwording mee en we halen resultaten op, waardoor we beter begrijpen hoe de luchtkwaliteit in de stad erbij ligt. Als we beter snappen welke stoffen de leerlingen tegenkomen als zij door de wijk fietsen, als ze op weg zijn naar school, dan kunnen we ze ook preciezer daarop sturen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan fijnstof. Dat wordt gemeten met die blauwe kastjes. En fijnstof is iets wat bijvoorbeeld door houtstook ontstaat. Door middel van een speciaal blauw kastje op je stuur te monteren, kan er gemeten worden wat de luchtkwaliteit is. Dan is het alleen nog maar een kwestie van heel veel fietsen. Het is een blauw kastje met daarop een lampje. En dat lampje verspringt meteen als de luchtkwaliteit verandert. Dus het grootste gedeelte van de rit was hij blauw, dat is goed. Maar hij schoot soms ook even naar geel en dan is het dus al iets minder goed. Dit was fijnstof, dus dat geeft echt al waarde weer. En het kastje laat die waarde ook meteen op internet zien, zodat je kunt meteen zien wat er gemeten is. Dit wordt vervolgens ook door het RIVM gebruikt, automatisch, binnen het samen meten dataportal, waar allerlei citizen science, burgerwetenschap, data verzameld wordt en die gebruikt het RIVM dus ook bij hun modellering en als input voor hun modellen. Voor Liene Driessen uit HAVO 5 is dit project meer dan schoolwerk. Na aanleiding van een onderzoek van de Wageningen Universiteit werkt ze aan een profielwerkstuk over fijnstof. Ja, ik wilde natuurlijk weten in hoeverre het bos bijdraagt aan een betere fijnstofconcentratie. Dus vandaar dat ik de drukke weg vergelijk met een bosweg. Ik hoop dus dat de bomen wel daadwerkelijk hulp bieden bij het verminderen van de fijnstofconcentratie. En ik hoop vooral eigenlijk dat daar ook echt iets mee gedaan gaat worden. Dat het niet voor niks is geweest. Nijmegen neemt als gemeente deel aan het Schone Luchtakkoord. De snuffelfiets is daar een van de projecten van. Wethouder van Elveren hoopt dat ook door middel van dit project Nijmegen steeds dichterbij komt bij het behalen van deze doelstellingen. We zijn goed op weg om de doelstellingen te halen, dus om 2030 uiteindelijk 50% schonere lucht te hebben. Maar er zal nog steeds meer moeten gebeuren, maar het wordt wel steeds moeilijker om het te halen. Dus daarom is het ook belangrijk dat we preciezer weten wat er in de lucht zit.